Fakat iyi. Zelden. Schaatsrechter Jos Snijsen heeft het druk in Limburg met allerlei watersnoodperikelen. De wedstrijd wordt dus geleid door de heren Schobaar en Zwanenberg. Zeer. En vanavond nog een keer. Maar dan ben ik ook klaar hoor. Right.
We gaan beginnen aan de wedstrijd. Eerste inning dus, als eerste aan slag voor de DSS Kinheim. Onder nummer 4, de tweede hoekman Bram Blokker. Nou, daar kun je niet omheen. De actie ging van 6 naar 3. Bram Blokker is de eerste 0 voor DSS Kinheim. In de aanslag nummer 18, de midvelder Jochem Koedijk. Voor de vang 9 is Jochem Koedijk, de tweede 0 voor deze Kinheim. Hierna slag nummer 29, de rechtsvelder Nick Hover. Na 3, Nick Hover is de derde 0 voor DSS Kinheim.
Eerste helft van de eerste inning zit erop. Tussenstand 0 tegen 0. Als het Rachelon Carolina. Hoogslag linksveld voor Rijsselon Carolina. Hij bereikt het eerste honk met hierna aan het slag. Nummer 16, tweede honkman Rijlison Ventura.
Gestolen honk, Rijssel, Carolina. Vooruit voor Raison Ventura. Hierna slag nummer 7, de linkshander, Gerald Martina. De R was 5-3. Stootslag, honkslag voor Gerald Martina. En door een fout 5-3 komt hij op het tweede honk. Alles zuivert verder honken op. Rijsselon Carolina scoort het eerste punt voor Twins. Hier de aanslag nummer 25. Eerste honkman Sherman Marlin. Van 4, Sherman Marlin, eerste over Twins. Vervolgens aan slag nummer 4, aangewezen slagman Jason Halman. Donderdag wel een Grand Slam home run, hè? Thank you.
aanslag voor Jason Houtman. Hij is de 2-0 voor Twins. Met hier de aanslag nummer 24, de rechtsvelder, Roendrik Pieternella. Uit voor Roendrik Pieternella. Honken staan vol met 2-0 en dan slag nu nummer 26. De catcher, Dave Jansen.
Voor de gang 7 is Dave Jansen, de derde 0 voor Twins. 1-1 gespeeld, stand te stand. 1-0 in het voordeel van Twins. Tweede inning voor DSS Kinheim als eerste aan slag, nummer 24 aangewezen slagman Donnie Kuiper. Volgende week moet wel tegen Neptunus. Veel uit voor Donnie Kuiper. Met hinaanslag nummer 46, de catcher Koen Halderman.
En ook Koen Hardenbankhart viel uit. Vervolgens van slag nummer 42 is de honkman Mathis Krauwel. De Kouter gaat uit bij Stelen na een actie 2-6. Eerst van over Kinnen. Honkslag in het rechtsveld voor Mathis Krauwel en Koen Haldeman bereikt het tweede honk. Hierna slag nummer 15, de Kortmerts. De honklopers schuiven een honk op een wilde woord.
precies had ik gekomen. Nou, dat denk ik wel. Vang 3. Daarmee is Milan Lammerts de tweede 0 voor DSS Kinheim. Met helaas slag nummer 9, de derde hokman Denzel Sandel. Hoogslag voor Denzel Sandel. Koen Halleman scoort het tweede punt voor deze Kinheim op een fout 9. In de aanslag nummer 11, linksvelder Jason Jacobus. Uiteraard scoorde ook Matthijs Kruijl zijn Haarlems punt 1-3 voor deze Kinheim dus.
5-2. Jesse Jacobus is de derde over deze Skinheim. Ik zei even wat 1-3 geworden was. Dat is uiteraard flauwekul. Na de eerste helft van de tweede inning is de stand 1-2. En het voordeel van deze Skinheim. Gelijkmakend tweede inning. Voor Twins komt als eerste aan slag nummer 12. De derde honkman Joshua Zara. Vang 6. Joshua Zara is de eerste 0 voor Twins. Hierna slag nummer 23. Korte stop. Jesse van Gool. Hoekslag, infield hit voor Jesse van Gool. Hij bereikt het eerste honk. En we gaan naar de kop van de slaglijst. Dan slag nummer 2, midvelder Rajon Carolina.
2-0 voor Twente Rijsselon Carolina na een vang 4. In aanslag nummer 16, tweede honkman Rijlison Bentura. Gestolen honk, Jesse van Gool. Voor Rijlison Bentura. Met vervolgens als slag nummer 7 de linksvelder Gerald Martina. Thank you.
ging de hele tijd goed hier. Het was altijd 2 uur. Vorige week werd het ineens 3 uur. Ik weet ook niet wie dat beslist hoor. Is het pas een ochtend wedstrijd? En morgen is 1 uur. Is het vorige week? Ja, maar dat... Vorige week begonnen met 3 uur? Ja. Is dat voor mij de beste? Dat moet haast wel. Ja, dat is de standaard tijd. Ja, dat was altijd het is gewoon een rot tijd, 2 uur. En aan de wedstrijd kun je niet eens verbeteren. Nee, Keuken is dit. Uiteindelijk een vierheid voor Gerald Martina. De Honkenstaffel 2-0 en aanslag nummer 25. Eerste honkman Sherman Marlin. Van 8, Sherman Marlin is de derde 0 voor Twins. Twee innings gespeeld, tussenstand 1-2 in het voordeel van DSS Kinheim. Daarin treedt deze Skinner aan met de kop van de slaglijst. Als eerste nummer 4, tweede honkman Bram Blokker.
Vloeheid voor Bram Blokker. Hiernaast lag de nummer 18, midvelder Jochem Koedijk. Deze jongen gooit niet alleen belabberd, hij gooit ook nog eens heel traag. Maar ik heb gereserveerd in een restaurant om 7 uur. Met mijn hele familie. Dus ik moet er nog zelf ook wel bij zijn. Ja, dat wordt het voorgerecht ook een klant. Als we zitten hier allemaal op de tribune zat. Menu. Oh, lekker. En champagne vooraf. En wat smiddelijk duur die er gebracht. Nou, dan zou ik niks willen missen. We hebben hier een restaurant met 1 Michelinster en daar gaat het gebeuren. Oh. Ja. Ja, is dat dan? Zouten citroen. Oh ja. Ja. Nou, wij gaan wel eens naar de beren hier. Naar de actie 2 naar 3. Hij is de eerste 0 voor DSS Kinheim. Bram Blokker gaat. Bram Blokker gaat naar het derde honk op schijn. Een drankje bij hier. Hij ziet je.
wordt nooit teruggedraaid. Dat is geen kolzekering. Oh nee, ik heb zoiets vergeten bij mijn kost. Ook zag in het veld voor Nick Hover. Bram Bakker scoort het derde punt voor de SS Kenheim. Hier aanslag, rol 24, de aangewezen slagman, Danny Kuiper. Stalhoek Nick Hover. De Geuven gaat uit op actie 6 naar 5. Donnie Kuiper bereidt het eerste ook op Velderskeus. Met hierna aanslag nummer 46, de catcher Koen Haldeman. Naar 3. Met een vrije actie van Reilison Bentura op het tweede honk. Dat maakt in ieder geval Koen Haldeman de derde 0 voor DSS. We sluiten de eerste helft van de derde inning af voor de tussenstand van 1 tegen 3 in het voordeel van DSS.
Gelijkmakend derde inning. Voor Twins komt daarin als eerste aan de slag. Dan hebben we vierde aangewezen slagman, Jason Hallman. Van 9, Jason Hallman is de eerste 0 voor Twins in deze gelijkmakende derde inning. Hierna slag nummer 24, de rechtsvelder, Roderick Pieternella. Drie slag voor Roderick Pieternella, tweede over Twins. Met hierna slag nummer 26, de catcher Dave Jansen. Thank you.
En ook deze laatste kaart, drie slag. Hij is de derde 0 voor Twins. Voordat we de derde inning afsluiten, we de tussenstand een eind tegen 3 in het voordeel van DSS Kinheim. We beginnen aan de vierde inning voor deze Kinheim. Daarin als eerste aanslag. Nummer 42, eerste hoekman Mathis Krauwel. Hoekslag in het linksveld van Mathis Krauwel. Hij komt op het eerste honk. Kan hij naar nummer 15 de korte stop, Milan Lammerts. Staat hier om te liefst. Ja, dat is een graag vanavond. Ja.
Nou, dat is Paul, 6-4, 4-3, Matis Kouwel en Milan Lammert zijn eerst 2-0 voor DSS Kinheim. In aanslag nummer 9, de derde honkbal, Wenzel Sandel. Vooruit voor Wenzel Sandel. Met hierna aanslag nummer 11, de linksvelder Jason Jacobus. Thank you.
wedstrijden. Die heb ik hier al dit seizoen niet zien spelen. En ook Jason Jacobus krijgt een 4-1. Komt van de slaglijst. Dan slag nu nummer 4. Tweede hoekman Bram Blokker. Het team van Twins wordt Simon Groos vervangen door Tyson Gorlas met nummer 5. Tyson herstelt. Simon Groos gooide alles bijeen tot nu toe. 3 tweederde inning plus 2 man. Hij gooide nog geen enkele keer 3 slag, 5 keer 4 wijd, kreeg 4 honkslagen tegen. Zijn veld maakte 1 fout. En een slag, zoals gezegd, tot de nummer 4, de tweede honkman, Bram Blokker. Van 4 naar 3, Bram Blokker is de derde 0 voor DSS Kinheim. In deze vierde inning, tussenstand blijft 1 tegen 3.
Gelijkmakend vierde inning. Daarin namens Twente als eerste aanslag. Nummer 12, derde honkman Joshua Zara. Hoekslag in het midveld voor Joshua Zara. Hij bereikt het eerste honk. Met heeraanslag nummer 23, korte stop, Jerzy Vachel. Een opofferingsstootslag voor Jesse van Gol met een fout 1. Daarmee komt hij op het eerste honk. Joshua Zara gaat naar het tweede honk. Opnieuw naar de kop van de slaglijst. Dan slag nummer 2 in de midvelder Rijsland Carolina.
viel uit voor Rajon Carolina. Dat zet de honken vol. Met als slagboer nummer 16, de tweede honkman, Rylison Bentura. De slachter is Rylison Bentura. Vang 3 op foutgebied, maar toch een vang 3. Rylison Bentura is de eerste 0 voor Twins. Hierna slag nummer 7, de linkshander Jallo Martina. Nummerspel 6-4 naar fout 4-3. Betekent dat Jensie van Geul
En Gerald Martina, de tweede en de derde 0 zijn voor Twins. Vierde inning zit erop. Tussenstand 1 tegen 3 blijft het in het voordeel van DSS Kinheim. We beginnen aan de vijfde inning. Voor deze is Kinheim, komt daarin als eerste aan slag nummer 18 met velder Jochem Koedijk. Wees afgelopen, 1-7. Oh. En die andere is nog bezig in de eerste de helft van de 7e inning. Quick Storks staat Storks met 3-2 voor. Hoekslag dit veld voor Jochem Koedijk, waarop hij het eerste honk bereikt. Hier de aanslag, de nummer 29, rechtsvelder Nick Hoven. Thank you.
Jochem Koedijk gaat uit op het tweede honk van actie 1 naar 6. Achter de naam van Nick Hover zetten we Velders Keus. Hier aan slag nummer 24, de aangewezen slagman Danny Kuiper. Nick Hover gaat naar het tweede hong op een wall pitch. Drie slag voor Danny Kuiper, 2-0 voor deze Skinheim. Hierna slag nummer 46, de catcher Koen Helderman. Koen Helderman is de 3-0 voor DSS Skinheim. Eerste half vijfde inning is gespeeld. Tussenstand blijft 1-3 in het voordeel van DSS Skinheim. Ik weet het.
Alle drie? Wij gaan het licht hier. Oh, dus hoeven we niet op te komen draaien. Nou, dan komen we kijken. Dan hoeven we hier niet op te komen draven dus. Nou, misschien kom ik wel kijken dan. Nee, ik zit met Linda, één augustus bij jullie. Want die van 7 augustus is bij Kin en Pippen en Kin. Dus 1 augustus zit bij jullie. HGW. Ik zou morgen een toppelwedstrijd Pirates zeggen. Nou, dat is corona, dus je gaat niet door. Jan, dat bom, is dat zo goed? Nou, ze hebben goede Amerikanen. Oké, okay. Dacht ik wel. Ja. Maar het is heel verrassend wat ze. Ja, ja, ja. Pirates en Pharma en ons. Ja, ja, ja. Gelijkmakend vijfde inning. Daarin komt voor Twins als eerste aanslag nummer 25. De eerste honkman Sean Marlin. Drieslag voor Sherman Balin. Eerste 0. Vervolgens was slag nummer 4 aangewezen slagman Jason Houtman. Thank you.
Hoekslag in het middenveld voor Joyce de Holman. Vervolgens een slag. Niet Ruandrik Pieternella. Die werd vervangen door pinchhitter Max Kops, nummer 18. Veel uit voor Max Kops, Jason Holman naar het tweede honk en nu aanslag nummer 26, de catcher Dave Jansen. Aanslag dus, catcher Dave Jansen. Thank you.
Toeslag voor Dave Jansen. Hij is de 2-0 voor Twint. Hier de aanslag nummer 12 door de home run Joshua Zara. Vierde 3, Joshua Zara is de derde over Twins. 5 innings zitten erop. De tussenstand blijft 1-3 in het voordeel van DSS Kinheim. Het team van Twins werd in het linksveld Gerald Martina vervangen door Irving Kemp. We gaan beginnen in de zesde inning namens deze Skinham. Als eerste aan slag nummer 42 is de hoogman Mattis Krabbel. Uit voor Mattis Krabbel. Met hierna aanslag nummer 15, de korte stop, de Milan Lammerts. Thank you.
check van de vijf zit. Gevolgd door een actie 1 en naar een 3. Dat maakt Milan Lammers de eerste 0 voor D6 Kinheim. Mattis Kouwel gaat naar het tweede honk. In aanslag nummer 9, de derde honkman, Denzel Sandel. Dan zag dus nummer 9, derde honkman, Denzel Sandel. Van 5 naar 3, Denzel Sandel is de 2-0 voor D6 Kinheim. Met dus vervolgens het nummer 11 linksvelder Jason Jacobus.
Kuidenhol is voor Kinheim. Jan, kun je tot het einde of ga je zo weg? Want ik kan het niet afmaken. Heb jij belangstelling om het laatste stukje te doen? Als het nodig is? Oké. Okay. Bij deze Kinheim is Martijn Schoonderweert vervangen door Kelvin Andringa. Martijn Schoonderweert gooide 5 volledige innings. Hij gooide 5 keer 3 slag, 6 keer 4 wijd. Hij kreeg 5 honkslagen tegen. Zijn veld maakte 2 fouten. Gelijkmakend 6e inning. Daarin komt voor 20 als eerste man aan slag. Nummer 23, korte stop, Jerzy van Gol. Twins. Komt van de slaglijn staan. Slagweer nummer 2, de midvelder Rijsselon Carolina. Dat is een originele 3-1. En dat betekent dat Rijsselon Carolina de tweede nul is voor Twins. In de aanslag nummer 16, tweede hoekman, Rijsselon Bentura.
stand 4-3 geleid. Rallystand Ben Torra is de derde 0 voor Twins. We sluiten de zesde inning af voor de tussenstand van 1-3. Nog steeds voor Kinheim. De BSS Kinheim. Nooit. Ik zit nog wel eens op de tribune bij wedstrijden. En dan krijg je eerst. En dan denk je, oh god, het is 7. En dan nog de eerste toon, dan betekent niet aan dat het dan over. Ik maak wel eens foutjes, maar dat is me nog nooit overkomen. Voor de aanvang van de zevende inning treedt D6 in de raam met de kop van de slaglijst. En dus de hoekman Bram Blokker. Hoekslag linksveld voor Bram Blokker. Hier aanslag nummer 18, midvelder Jochem Koedijk. Sacrifice hit, actie 3 alleen. Jochem Koedijk is de eerste 0 voor D6 Kinheim. Bram Blokker gaat naar het tweede honk. Met hierna slag nummer 29, de rechtsvelder, Nick Hofer.
van 8. Nick Hover is de tweede 0 voor D6 Kinheim. Hierna slag nummer 24, de aangewezen slagman Donnie Kuiper. Donnie Kuiper krijgt opzettelijk 4-1. Met vervolgens een slag nummer 46, catcher Koen Helderman. De heuvel bij Twins wordt Enrique Chavez vervangen door Shunta Oda. Afslag dus, nummer 46, catcher Koen Halterman. Thank you.
van 6-3. Koen Halderman is de derde 0 voor Twins. Eerste helft 7 is gespeeld. Tussenstand blijft 1-3. In het voordeel van deze skinnen. Tweede helft, 7-1 voor Twins komt als eerste aan de slag. Met nummer 10, de linksvelder Irving Kemp. Slag, Irving Kemp, eerste 0 voor Twins. Met hiernaast slag nummer 25, eerste hokman Sherman Marlin. Thank you.
We zien elkaar dus twee weken niet zo lang. Als volgende week inderdaad daar gespeeld wordt, dan hoef je niet te komen. Als je in ieder geval maar dit blok met je leven hebt geloofd. En maakt er minder uit. Vannacht, Sherman Marlin is de 2-0 voor Twins. Hierna slag nummer 4, aangewezen slagman Jason Holman. Jason Holman is de 3-0 voor Twins. 7 is gespeeld. Tussenstand 1-3 in het voordeel van DSS Kinheim. We beginnen aan inning nummer 8. En als eerste voor DSS Kinheim komt als slag nummer 42, de eerste honkbal, Mattis Karel. Vang 6, Mattis Karel is de eerste 0 voor DSS Kinheim. De aanslag, nummer 15, korte stop, Milan Lammerts.
maar dat is dan wel. Vierheid voor Milan Lammerts. Met vervolgens aanslag nummer 9, de derde honkman Denzel Sandel. Voorhoogslag voor Denzel Sandel. En dat doet hij in het linksveld. En Milan Lammerts gaat naar het derde honk. Hier de aanslag nummer 11, linksvelder Jason Jacobus. Thank you.
Opzettelijk veelheid voor Jason Jacobus, waarbij de honken volkomen. En de volgende slagman is de kop van de slagluis, nummer 4, tweede honkman Bram Blokker. Terugslag voor Brand Blokker, 2-0 voor deze Skinhead. Met hierna slag nummer 18 met velder Jochem Koedijk. Honkslag linksfout voor Jochem Koedijk. En daarop scoort Milan Lammerts het vierde punt voor deze Skinheim. Hierna slag nummer 29, de linksvelder Nick Hover. Sorry, rechtsvelder Nick Hover. Ik denk dat we wissels zijn. Ik heb geen idee wat de psychicoos. Moet je er ook praten en wijzen welke. Want ik denk, medewerkers zijn al gemerkt toen geen.
5-3. Nick Hover is de derde 0 voor D6 Kenheim. Eerste helft 8 zit erop. Tussenstand 1 tegen 4 in het voordeel van D6 Kenheim. Tweede helft, achtste inning. Daar komt voor Twente als eerste aanslag. De rechtsvelder, nummer 18, Max Kops. Slag in het rechtsveld voor Max Kops. Op de eerste honk met hier de aanslag nummer 26, catcher Dave Jansen. Ja, dat moet je zeker doen. Hij is hier ook in de weer geweest hoor, afgelopen week. Ja, is het heel anders stekken. Jan, na deze inning? Gewoon zo om. Als je hem oppast. Boek laat liggen, pen ook.
Ik heb alleen geen muziek meer. Gezellig voor Max Kops. Uit voor Dave Jansen. Vervolgens slag nummer 12, derde honkman Joshua Zara. Afslag is 0-12, derde honkman Joshua Zara. Thank you.
van 9. Joshua Zara is de eerste 0 voor Twins in deze achtste inning. Helaas slag nummer 23, korte stop, Jassie van Gol. Dus we gaan komt op de eerste honk op een fout 6. Pak zijn kopschap naar het derde honk, Dave Jansen naar het tweede. Kop van de slaglijst, dan slag nummer 2, midvelder Rajshalom Carolina. Het was wel laat, ja. Gooit side arm. Zo. Zeker wel. Zeker wel. Thank you.
Hoogslag Witveld voor Rational Carolina. Daarop scoren Max Kops en Dave Jansen het tweede en derde punt voor Twins. Josie van Gogh gaat naar het tweede honk. Hier aanslag, nummer 16, tweede honkman, Rylison Ventura. Ik mag zo weg, ja. Vooruit voor Rydison Ventura. Daarmee staan de honken weer vol. En dan slag nu nummer 10, de linksvelder Irving Kemp. Ik vind nu al jammer dat ik weg moet. Ik heb de wedstrijd eigenlijk wat voor te stellen. Vooruit voor Irving Kemp. En dat maakt dat Jesse van Gogh het gelijkmakende punt over de thuisplaat loopt. Hier aanslag nummer 25, eerste honkman Sherman Marlin.
fijn dat je dit wil doen, Jan. Ik blijf je eeuwig daar thuis. Ten, log, alleen geen muziek. Nee, dat geef ik niet. Ik ben Jan van der Zanden trouwens. Ik weet niet of je dat wist. Ik ben Jan van der Zanden. Moet dit dan om? Ja, nee, die is al aan. Wie schuift dat over? Of wie kan er nou inschrijven? Deze doorschuift. Deze doorgeschoten bal betekent 5-4 voor Twins. Opzettelijk vier wijd voor Schumer Marlin. Volle honken opnieuw en aan slag Jason Holman. Op de honkslag van Jason Holman wordt er tweemaal gescoord. En we zien nu voor de tweede keer aan slag deze inning Max Kops. Bij Milan van der Breggen wordt vervangen door Ben Nijendorf en hij draagt rugnummer 32.
De nieuwe werper Ben Nijendorf krijgt als eerste tegenover zich Max Kops. En wijd. Beide lopen schuiven op door een wilde worp. Vrijloop voor Max Kops betekent volle honken. En een slag, de catcher Dave Jansen. Mag die deur weer open, want die haalt de hele blik weg uit die hoek. Daar. Nee, graag. Ja, de... Zo wel. Opofferingsslag van 6 voor Dave Jansen en daardoor scoort Schumer Marlin. En beide schuiven op. Kop staat nu op 2 en Bouwman op 3. Aanslag trouwens Joshua Zara.
op deze wilde worp. Scoort deze Hamman het 9e punt. Max Schops naar Deronk. Max Schops scoort het 10e punt op een wilde worp. Joshua Zara met 4 wijd naar de eerste honk en aan slag Jurzin van Gool, de korte stop. Ik denk niet meer dat het verlengen wordt, hè? Nee, nou niet meer. Nee, nou niet meer. Jurzin van Gool, de derde nul, vang 6. Vier voor deze Skinheim. Koppel van de week. Ja, koppel van de week. Ja, dat weten we, Piet. Ja, zeg maar op. PWJ van Goorden. Oh ja, ja, ja. En JTR van de Sander. Oké. En JTR van de Sander. We gaan aan de 9e inning beginnen. Voor deze Skinheim aan slag. AOW-slagman Donnie Kuiper. Punt is verlengen. Nou, dat is. Omslag voor Donnie Kuiper. En aan slag nu de catcher Koen Halderman.
We hebben een pinch runner op het eerste honk. Donnie Kuiper gaat terug naar de dugout en Mick van Vliet is de loper. Ben ik met zijn vader met de trailblazers bezig. Die van Vliet, ja. Morgen nog. Ja. Koen Alleman, de eerste 0 van 9. Aan slag nu is honkman Matthijs Krauwel. Omslag van Matthijs Krauwel. De korte stop. Charles van der Meijs. Ik ben benieuwd wat hij wil. Milan Lommets, de tweede 0-4. Naar 3 brengt beide lopers. Naar 2 en 3. En aan slag Denzel Sandel.
Denzel Zandel, de derde 0-5 naar 3. Einde van deze wedstrijd, die door Twins met 10-4 gewonnen wordt. Wij danken de beide scheidsrechters, de beide scorers. En morgen is in Haarlem de derde wedstrijd. En nog even ter informatie, volgende week speelt Twins geen enkele wedstrijd thuis. Zij spelen zowel donderdagavond als zaterdag als zondag in Rotterdam bij Neptunus. Waar u natuurlijk allemaal van harte welkom bent. Moet deze dan naar beneden, Piet? Moet die naar beneden dan of uitzetten? Die? Uitzetten hier? Ja, zie je dan uit?